De verzamelaar is een persoon die, bij wijze van hobby of tijdverdrijf, een collectie van een bepaald voorwerp aanlegt. Wijk TV De Valuwe maakte de volgende reportage voor u van De Verzamelaar. Deze aflevering van De Verzamelaar gaan we naar Astrid. Astrid woont in Kuik en zij verzamelt muziekdoosjes. Die hebben wij ook. We gaan eens even kijken of dat ze deze ook al heeft. Astrid, daar zitten we dan, bij jouw verzameling. En wat is het? Het zijn speeldozen. Ik verzamel mechanische speeldozen. Mechanische speeldozen. Nou, je zegt er specifiek bij mechanisch, dus er bestaat ook nog iets anders. Zeker, je hebt nog elektrische, die door stroom zijn aangedreven, bijvoorbeeld. Ja. Of met cassettebandjes erin. En mechanische speeldozen, moet je zelf bedienen? Ja, of door een opwindsysteempje. Of gewoon zelf draaien. Nou, wij zijn hier even aan tafel aangeschoven en je hebt hier al verschillende dingen neergezet. Waarvan ik denk van, nou, als ik denk aan een speeldoosje of een muziekdoosje, dan denk ik aan een doosje wat je openmaakt en een danseresje die danst daar rond op een of ander pingelmuziekje. Maar jij hebt iets heel anders hier. Kan je er wat over vertellen? Nou, dansrestjes zijn er natuurlijk ook. Maar dit zijn, het zijn allemaal speeldozen. En ze lijken helemaal niet op elkaar. Dat is het mooie. De theepot. Iedereen kent wel een theepot. Maar deze heeft muziek. Tea for two. Precies. Dat zit gewoon al ingebouwd in zo'n super schattig theepotje. Ja. Ja. Oké. En oké. Laat nog eens wat zien, want... Dit is gewoon om op te draaien. Die draai je zelf. En zo maakt dat heel zacht geluid. Omdat die in een kartonnen doosje zit. En als we hem op de tafel zetten, is hij een klankbord. En dan klinkt dezelfde ineens heel anders. Zo. En dit soort miniatuur speeldoosjes, dat is dus dan vaak verwerkt in een omhulsel, als ik het zo mag noemen. Ja, dit is het mechaniekje. Ja. En in alle vormen komt die terug. Alleen de meeste zitten leuke poppetjes omheen of beeldjes of een theepot dus. Maar het zijn eigenlijk allemaal dezelfde soort mechaniekjes. Ja, en zo'n mechaniek, daar kan je dus in alles bouwen wat je maar wilt, zeg maar. Nou ja, alles, maar mensen verzinnen. Ja, daar lijkt het wel op, ja. Ja, want ja, bijvoorbeeld ook een fles. Hoe kan je hier nog iets in verbergen? In de bodem. De fles is daar natuurlijk speciaal op gegoten. En dan zie je aan de onderkant ook eigenlijk een dubbele bodem. Dus daar zit een plankje onder. En dat is dan meteen ook met het glas, het klankbord van het muziekje. Het is een hele oude. Het is een bijzonder muziekje. Nou, duidelijk een Sinterklaasliedje. Ja. Waarom zou men een Sinterklaasliedje in een fles stoppen? Het is een fles van Bols, dus een Nederlandse merk. Likeur. En die hebben daar een speculaaslikeur in gehad. En wellicht vandaar het Sinterklaasliedje. Ah, dus het is niet zomaar. Nee. Daar is vast absoluut over nagedacht. Ja. 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 Ik zeg al, je hebt heel veel verschillende, maar ook gewoon een doosje met poppetjes op. Nou, geen danseresje, maar... Nee, dit is wel echt iets, een heel verschil, hè? Want dit is eigenlijk gewoon een plastic leuk tafereeltje. En eigenlijk het leuke is dat de poppetjes bewegen. Een jongetje en een meisje en ze maken een dansje. Hij loopt een beetje vast. Een nee, hij geeft een zoentje. Moet hem soms een beetje helpen. Astrid, hoe ben je erbij gekomen om een verzameling aan te leggen van speeldoosjes? Nou, eigenlijk weet ik het niet meer precies waarom ik dacht, dat zal ik eens doen. Hoe lang ben je er al mee bezig? Ik
vanaf dat ik een jaar of 8 was. Dus begin jaren 80. Ja, dat is al een hele tijd. Ja. Maar je weet het, weet je je eerste speeldoosje nog, wat je hebt gekregen of gekocht of zo? Ja, het eerste speeldoosje is deze, want die hing boven mijn wieg. Ah, ja. Een schattig hondje met een babygeluidje natuurlijk. Maar ja, dat was eigenlijk nog voor het punt van verzamelen. Ja. Dit was de tweede. Een knuffelbeer met een muziekje. 1984. Heb ik die gekregen, ook als kind. Maar nog steeds voor het verzamelmoment. Ik ben als kind ergens een boekje begonnen met op te schrijven wat voor muziekjes ik had en wanneer ze gekomen zijn en van wie ik ze gekregen heb. En hieruit maak ik op dat ik in 1986 een clowntje heb gekocht van mijn communiecentjes. Ah, kijk. Ja, bijvoorbeeld, ja. Oké, dus je bent al heel jong met je verzameling begonnen dan. Als je toen van je communiegeld al iets ging kopen, dan was je er dus al mee bezig. Zo van, nou, dat vind ik echt leuk. Ja. Want we zitten nu inmiddels in 2019. Hoeveel heb je dan nu ongeveer? Het zijn er nu 125. Dat is een heel wat geluid als je die allemaal draaiende moet hebben. Dat gaan we niet doen. Nee, we gaan ze niet allemaal tegelijk aanzetten. Maar het zijn best prijzige, het is best een prijzige hobby om het echt actief mee bezig te zijn. Daarom zijn het de laatste jaren ook vooral alleen maar de mechaniekjes en niet meer de grote dozen. Oké. En als je zegt best prijzig, over wat hebben we het dan? Net als zo'n, als je alleen zo'n muziek doosje hebt, zo? Rond de 20 euro meestal. Oké. En als je er dus deze in iets anders gestopt hebt, dan gaat het dus nog veel meer kosten. Ja, alle baby tafereeltjes en zo zijn natuurlijk helemaal niet zo duur. Maar dat zijn de muziekjes die heb ik wel. Als ik verder ga zoeken naar andere muziekjes, kom je toch eerder in gespecialiseerde winkels of in een antiekzaak of dan heb je het niet meer over een kleinigheidje. Dus dat doe ik niet meer zo gauw. Nee, want nou ja, dat is de andere kant. Hè. Je hebt natuurlijk inderdaad het model, hoe het eruit ziet. Maar die muziekjes, daar zijn veel verschillende muziekjes in. Er zijn heel veel verschillende muziekjes in. Ja? Ja, ik ben ook daarin ooit begonnen met een lijstje voor in mijn portemonnee. Zodat als je eens ergens staat en denkt, heb ik die wel of heb ik die niet? Dan dan kan ik in ieder geval een beetje spieken. Omdat op de nieuwere doosjes of de specialere doosjes, daar staat op wat voor liedje het speelt. Ja. En daardoor kan je het overnemen. Maar anders weet je het niet. Dan is het puur op gehoor. En ja, dat is vaak een verrassing. Ja. En zeker uit al die 125. Ik weet niet precies van allemaal welk deuntje ik wel en niet heb. Nee. Je zei net ook al, stel als je op vakantie bent en je hoort een plaatselijk muziekje, maar wat kan dat dan bijvoorbeeld zijn? Zoals de Efteling een eigen muziekje uitbrengt, dan zullen er op allerlei plaatsen, kan er van alles te vinden zijn. Ja, veel is inderdaad wel een beetje richting klassiek, denk ik, hè? Ja. Veel muziekjes. Natuurlijk de Efteling niet, of een Sinterklaasliedje, maar verder is het vaak klassiek. Ja. Ja, dat leent zich het best voor een muziekdoosje, of waarom is dat? Je hebt sowieso maar een paar, je kan maar een aantal verschillende klanken hebben, omdat de klank hem zit in de positie van het bolletje op het rolletje. En het vorkje, daar zitten de klanken in. Dus meer klanken als de breedte van het vorkje kan je niet, kunnen er niet uitkomen. Ah. Dus het moet altijd, in mijn inziens dan toch vrij simpele deuntjes zijn. Is dat veel dat bedrijven of pretparken of zoiets hun eigen deuntje in een muziekdoosje stoppen? Bij de Efteling heb ik in ieder geval heel erg lang op moeten wachten. Ik heb er al jarenlang naar gezocht natuurlijk, maar ze hadden er geen. Terwijl die wel specifieke eigen muziekjes hebben. Maar ik kan me voorstellen dat het een behoorlijk duur merchandise object is, omdat je het muziekje in zo'n mechaniekje moet laten maken. Dus wellicht dat het daarom zo lang geduurd heeft. Ja. En of dat heel veel voorkomt, weet ik niet. Wel
dingen die een eigen muziekje hebben. Dus Sesamstraat heeft een eigen muziekje. En dus ook een speeldoos daarvan. En het muziekje van Winnie de Pooh zit natuurlijk in Winnie de Pooh poppetje. En zo ga maar door, dat wel. Ja. Krijg je nog steeds, als je jarig bent of met Sint Kerst of zoiets, komen mensen dan nog steeds met muziekdoosjes aan? Ja, niet meer zoveel als toen ik kind was, maar jawel, dat gebeurt nog steeds, ja. Ja. Ja, en ze zijn ook nog steeds welkom. Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Ja, dat is het mooie van verzamelen. Je bent nooit klaar. Kijk, als je het over de Sinterklaastijd had, je vertelde mij dat je ooit eentje als surprise had gekregen, hè? Ja. Het is letterlijk en figuurlijk een doosje wat geluid maakt. Ja, precies. Het is een iets anders dan het feitelijk een mechanische speeldoosje. Maar ik vond hem toch wel heel mooi gemaakt, dus hij is gewoon bij de verzameling gebleven. Nou, leuk, hè? Ja. En deze kreeg je al toen je zelf nog op de basisschool zat? Ja, ik denk dat toen ik in groep 7 zat of groep 8. Wijk TV, die heeft natuurlijk ook iets meegebracht wat muziek maakt. Ik ga het even pakken. Oh, leuk. Het is een mechanisch doosje, ja. Nou, leuk. Heb je deze al? Ik weet het niet zeker. Ik moet kijken dadelijk. Nou. En hij draait, denk ik. Ja, een deuntje heb ik. Nou, het deuntje heb je, ja. Maar de afbeelding nog niet. Ik zou zeggen, kijk of er nog een plaatje in jouw kast is voor deze, als je wil. Leuk. En veel plezier ermee. Dankjewel. Hartstikke bedankt voor jouw tijd en de moeite die je hebt genomen om deze mooie doosjes even te laten zien aan ons. En heel veel plezier met je verzamelingen. Ja, dankjewel. En dat die maar mogen blijven uitbreiden. Ja, inderdaad. Dat gaat gebeuren. Dankjewel.